Wat zeg je? Oké, ik bel nu Pogacar, ja? Hé, hey, Tadej. Dat kunnen we wel zeggen, al een eindje, ja. Hallo. Boodschap! Dit jaar staat 3FM Serious Request in het teken van de coronahulpverleners. Wij willen graag ons steentje bijdragen en daarom bedacht ik een challenge. Kunnen we op de kortste dag van het jaar tijdens het daglicht de tocht van Roermond naar Zwolle fietsen? Goeiedag, hè, zo. En het is leuk, want het is de oude route van de Lifeline die we eigenlijk dit jaar zouden lopen van Roermond naar Zwolle. Wij zouden dan een weekje over doen, maar jullie gaan hem proberen dus tijdens het zonlicht op die dag te fietsen. Wat een goed idee. Yo, gasten. Gast. Fucking vrolijk. Ja, is toch super vet voor het goede doel? Gast. Ik heb op 14 november mijn laatste fietsritje gedaan. Toen kreeg ik een lekke band. En daar staat nog steeds mijn lekke band in de garage. Dus ik ben niet echt lekker voorbereid. Weet jij hoe warm het is eind december? Ik had naar Italië al ik voorgenomen om nooit meer in de regen te gaan fietsen. En wat zegt Bas? Wel ja, we gaan lekker op 21 december, de kortste dag van het jaar, lekker een fietstochtje maken. Hey, voor hetzelfde geld kunnen we de Elfstedentocht toch schaatsen die dag, hè? Ja, jongens, kom op. 180 kilometer fietsen. Ik sleep jullie er wel doorheen, jongens. Nadat ik de jongens enthousiast had gekregen, maakten we een kom-in-actiepagina aan. En gingen we op zoek naar vette items om onder de donateurs te verloten. Dit is het pak waar ik in de stalen jankje naar konde. De stickers zitten er nog op. Ik ben op weg naar de wereldkampioen. Wereldkampioen onder 23 veldrijden. Dankjewel, man. Alsjeblieft, man. Succes ermee. Dankjewel. Ik moet even zoeken op zolder, maar ik denk dat ik nog wel een pak van afgelopen jaar op ligt. Dat broertje wat naast je zit, heeft die ook nog eentje liggen? Ja, dus dat zelf niet pak. We zijn onderweg naar Ramon Sinkeldam om mijn PlayStation terug te halen. Ja, die heeft nog iets van ons, hè? Ja, die heb ik gestuurd toen hij in quarantaine zat in, dat was het, UAE, hè? Ja. Yes! Tour de Titema, die PlayStation is helemaal top. Ah, hij heeft hem nooit teruggegeven. Mannen! Komen we de PlayStation ophalen. Collectors zijn oké. Zullen we erom strijden? Daar gaat ie. Ja, gaaf. Kan. Kieper staat toch op goal om achter de bal tegen te houden. Zullen we dan stoppen? Nou, 11-2. PlayStation. De hoop is op mij gevestigd nu. Lekker dan. Dat is belangrijk, hè? Nee. Oh, nee. Nee. Oh! Nee! Nee! Kijk. Heb je het nooit gedaan? PlayStation gezien? Nee. Nou toch? Alles liep volgens plan. Maar toen. Ten vijfde. De sport. Buitensportlocaties kunnen open blijven. Maar vanaf 18 jaar geldt een maximum van 2 mensen. 2 mensen. We zijn aangekomen in Roermond en zoals deze week bekend is geworden mag je niet met 3 man fietsen. Dus we moeten gaan beslissen wie er mag gaan fietsen van Roermond naar Zwolle toe. Wie er mag gaan fietsen, wie er moet gaan fietsen bedoelen. Zijn jullie er al uitgekomen? Nou, het is bijna een gevecht geworden hier. Echt? We moeten even steempjes gaan, noem het eerlijk aan. En we wilden jou erbij als jury, dus we hebben even gewacht. Maar het is wel duidelijk dat de verliezer op de fiets zit. Ja. Goed, dat is het. Oh. Dat is wel echt een hele belangrijke beslissing. Oh, daar gaat. Doe het in 1 keer of 3 keer? 3 steenpjes. Nee, maar in 1 keer. Nee, 1 keer, gewoon vol. Okay. Ja. Steen, papier, schaap. Ja! Kut. De grote. Standje 1, 2 of 3 voor de schoolverwarming. Dat is eigenlijk de grote vraag. Die kun jij beter aan hoor, zijn regenjas. Oh. Slaap lekker, tot morgen. Het is echt een supervet nummer, vol energie voor deze supervette actie. Zet hem op, jullie gaan lekker! Nou, over supervette acties gesproken.
De mannen van Tour de Tietema, dat is een YouTube-kanaal wat op een geheel eigen wijze verslag doet van wielerkoersen, van onder andere de Tour de France. Zij gaan vandaag op de kortste dag van het jaar. Ja mensen, het is de kortste dag van het jaar. Ja. Wende maar aan. Gaan zij een hele vette challenge doen. Bas Tietema van Tour de Tietema, goedemorgen. Goedemorgen Sander. Ja, het gaat bijna beginnen. Oh, ik zie jullie ook staan. Jullie staan op het plein van Roermond. Waar staan jullie? Wat zie je? Ja, wij zien eigenlijk, het is een mooi plein hier in Roermond, maar mooi. Ja, het is gelukkig heel erg rustig, weinig mensen nog op straat, behalve wij in mooie fluoriserende pakjes. Ja, kijk eens even. Hoe is de actie tot nu toe verlopen? Want jullie hebben echt niet stilgezeten. Nee, het gaat echt supergoed. Ik zat net even te kijken, volgens mij gaan we al richting de €10.000 toe. Zo! Dus dat is echt al een supermooi bedrag. Nou ja, dan willen we natuurlijk vandaag door onze schompenste fietsen nog wat omhoog krikken. Ja, te gek. Jullie hebben ook allemaal vette veiling items geregeld. Waaronder een fucking dure racefiets. De PlayStation van Ramon Sinkel dan met een bijzonder verhaal. Ja, de racefiets, de bewuste racefiets, die is daar ook in beeld. Dat is ook allemaal nog op te bieden voor de veiling. Maar er moet eerst gefietst worden, Bas. Ja en het begint bijna licht te worden. Dus we moeten bijna van start. Zeker. All right. 3, 2... 1. Attention! Go, 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 fietsen! Ze staan nog stil, daar gaan ze! Hoppakee, vanaf het plein. En dan het tempo ook gelijk, hè? Potverdikkie! Eén keer met je ogen knipperen en ze zijn weer weg, joh. Ja. Nou, we gaan later vandaag nog even contact met ze zoeken over hoe het ze vergaat. De mannen van Tour de Tietema. Bas, wanneer is eigenlijk voor het laatst geweest dat je 180 kilometer hebt gefietst? Nou. Ik denk dat de zomerdag is geweest dat we de Ronde van Vlaanderen gingen rijden. Dat is denk ik de laatste keer, ja. 6,5 graden. Kom wel, zet ik even de stoelverwarming even aan. Hier staat je 3. Lekker man. Al €8.500. Ja. We zijn vanochtend om 9:15 betrokken toen de zon opkwam. Het is nu 10:00 en we mogen blijven fietsen totdat de zon ondergaat. En dat is rond een uurtje of 4:45 ongeveer. Dan moeten we binnen zijn in Zwolle en we moeten nog precies 150 kilometer. Als het goed is, zullen ze nu allemaal BN'ers. Dus voor deze alvast excuses. Onze excuses. Yo! Hallo! Hey Edward! Hallo! Eddie is het! Hey. Edward, teug! Eddie! Lunity, ik ben in een regen aan het fietsen voor het goede doel, man. Oh, tof man, tof! 180 ik ben in de zon aan het fietsen! Jij bent in de zon aan het fietsen? Ja! Dat wil ik helemaal niet horen nu, man. Hey, Jos heeft nog een vraag voor je. Ja, ja zeg maar. Ja, we gaan onder iedereen die €25 of meer doneert, gaan we shirtjes vragen. Mm-hmm. We zoeken eigenlijk nog een paar echt bekende wielrenners shirtjes. Goh, ja. Of dat ik iemand ken of zo. Ja, oh, je bent een held. Groetjes. Later, Eddie. Jij ook. Hey, Devin, ik bel nu Remco. Ik denk dat Remco ook aan het trainen is. Oké. Ja, die drukt me. Oké, ik bel nu Pogacar, ja? Ja. Groepsgesprek, Josse Wester, Devin van de Wiel en Tadej Pogacar. Is het een gedoemde mislukker dit? Hallo? Hallo? Hey Tadej. Hey. How are you? Good. Good. Hey Tadej. What is this calling? This is Bas Tietema from the YouTube channel Tour de Tietema. We're doing a charity ride right now. And we were wondering if it would be possible to have a signed jersey for a giveaway. Yeah, sure. Yeah? Oh, yeah. I have even a pool of wisselgesprek. I'm slacking right now, but my stamina is shit, man. Do you have some tips for me? Yeah, just don't go too deep, huh? Don't go too deep. No, man, I drank too much beer. You can go for a really long ride now. Yeah, I'll try, man. I'll try. It's for charity, so I have to. Okay. I'll give everything in the final, right? Just like you.
Okay, yeah, that's okay then. Okay, alright. See you, thank you. Bye bye. No. We hadden net Pogacar aan de lijn te belden, dat kon even. Hey, maar wat vond je van Pogacar's advies? Ja, yeah, don't go too deep, hè. Maar we hebben wel weer een shirtje gefixt volgens mij, hè? Ja, wel een shirtje geregeld, we hebben het gedaan, man. Hey, maar zal ik Remco nu nog een keer proberen dan? Ja. Oh, gewoon, het is een dorp, man. Ik moet pissen. Nou, dit is Nijmegen, dat is best een groot dorp. Baanwielrennen, dat zie je, dat is een gek idee. Nee, dat is geen gek idee. Maar het wordt een goede doel. Zit inmiddels op het paal thuis, of niet? Nee, ik echt niet. Josse? Hoi, Puk. Hey Puk, met Josse van Tour de Tietema. Hoi. Hey, goedemiddag. Hey, ik heb een vraagje. Wij, of eerlijk gezegd Bas en Devin, zijn aan het fietsen voor Serious Request op dit moment. En was ik benieuwd of we misschien een gesigneerd wielershirtje konden bemachtigen. Dat kan. Dat kan? Ja, voor het goede doel altijd. Nou ja, ja, helemaal top. Super, dankjewel. Ga ik doorgeven. Ja, moet ik hem opsturen jullie? Ja, ja, ik stuur wel even een appje. Maar dat komt wel goed. Oh, top. Helemaal goed. Dankjewel. Leuk. Ja, is goed. Dankjewel. Hoi. Ik heb misschien ook iets om het voor jou wat warmer te maken. Bedankt. Je kan ook een shirtje van Puk Mone winnen. Ja, dat krijg je wel warm voor, ja. Hallo. Goedemiddag met Josse Wester. Ja. Goedemiddag. En we hebben al 12.000 euro mee opgehaald vandaag. En eigenlijk was ik benieuwd of u wellicht nog een veiling item heeft wat we kunnen verloten onder de donateurs. Ja, wat zou het hebben dan? Ja, dat zou iets heel kleins mogen zijn hoor. Het gaat vooral om een symbolisch iets. Ze zou moeten kijken, want daar overval je me een beetje mee. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Maar wanneer wil je langskomen of zo? Wat u wilt. We kunnen het ophalen, verzenden. Wij zullen dat in ieder geval in de video bekendmaken dat ook te verloten valt. Ja, maar dan moet je echt, dan zou je morgen eens terug moeten bellen. Ja, nou dat kan. Doe ik dat even. Ja, doe dat maar. Dan kijk ik even of ik iets heb wat leuk is voor zoiets. Ja, nou super. Hartstikke leuk. Dank u wel. Ja? Ja. Alright. Dank u. Fijne dag, hè. Doei. Hoi. Doei. Ja. Oftewel, er komt een leuk veiling item van Johan Derksen. We weten nog niet wat. Bijna, maar we hebben gehoord dat er staat hier een persfotograaf. Dat we elk moment 3FM even aan kan sluiten. Voor een kleine update. 170 minuten. Jongens, stelletje helden! Ja. Ongelooflijk, Devin. Ja. Eerst jij misschien maar even, want hoe gaat het met jou? Jij gaat echt kapot, hè? Ja, ik heb het koud, man. Koud en lang. Dat zijn gewoon de tweede woorden van vandaag. Dat kunnen we wel zeggen. Ik ben al om eindje, ja. Maar je bent ook gelukkig bijna op je eindje. We gaan iets naar voren richting Bas. Ja. Bas, die vrolijk fluitend hier aan het fietsen is. Hey Bas. Vrolijk. Oh, je wibbert helemaal, man. Ja, man. De laatste stop ligt voordat we in Zwolle zijn. Hey, hoeveel kilometer heb je erop zitten nu, bijna? We hebben in totaal 171 kilometer. Nou, nog heel eventjes. Hoe lang schatten jullie nog? Nog 5 minuten, hoop ik. Dan blijft het stoplicht lang op rood staan. Ja, ellende, hè? Dat is echt ellende. Hey, jongens, my heart will go on voor jullie. Want ik vind het echt ongelooflijk. Ik zit in een lekker warme auto, maar jullie zijn helemaal verregend. Zullen we het eindbedrag bekendmaken? Ja. Of is het nog niet echt het eindbedrag? Nou, we hebben vandaag ook nog een aantal items opgehaald. Heeft Jos gedaan. Hey, wacht even, stop. Ik snap dat hij... Ja, hij is groen. Ah, we moeten door. Rijden! Nou... Nee, we hebben nog een eindstand nodig, Frank. Wacht. Nee, zeker. Nee, maar ik wil jullie in beweging zien. Daar gaan ze hoor, de mannen. Ja,
Oh shit, kut. Er komen fietsers tegemoet. Sorry mensen. Oh shit, we rijden op het fietspad. Doet! Oh, nou weet ik het uitbedrag niet. Gewoon doorgaan, Timur. Gewoon doorgaan. Oh sorry, dat is niet. Nee, dat kan niet, want ik op de vrachtwagen ga. Niet rijden, niet rijden, jongens. Nee, dat kan niet. Oh, we zijn de ploeg kwijt. Weet je wat we doen, Timur? We gaan zo meteen even naar je terugschakelen voor het eindbedrag. Of ga je er nu achteraan? Hoeveel hebben jullie opgehaald? Ik hoor het niet. Totale chaos ergens bij Zwolle in de buurt. Als je ja, daar komen ze nu aan. Het eindbedrag tot nu toe. 15.000 euro. Wow. Wat zeg je? 15.000 euro. 15.000 euro. Tour de Tietema. Ongelooflijk dit, mensen. En een prestatie van formaat. En daar is de eindstrip. Daar zijn we dan. Staat het, hè? 171 kilometer. Heel veel respect, ouwe. Dankjewel, ploegleider. Devin van Tour de Tietema, de grote Tietema, daar staat zelf te pissen. Ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Ja. Dus iedereen die tot 31 december doneert, maakt kans op een van die items. Dat is geweldig, jongens. Het einde is bijna. En deze fiets ook. En die fiets geeft ook weg. Ja, die gaat ook weg. Dus, dat is een lekker fiets, ik maak hem niet schoon, dat moet je zo doen. Maar hij is wel weer. Helemaal goed. Waar is het einde ongeveer? Nou, hier toch? Oh, zijn we, ja, we sorry. Zijn er al voorbij. Ja. Zijn we bij het einde? We zijn bij het einde. Ja. Prachtig einde. Boodschap! We zitten inmiddels op meer dan 20.000 euro. Echt onwijs bedankt iedereen die een donatie heeft gedaan. En wil jij nou nog kans maken op één van deze vette items zoals de Canyon wielrenfiets, het shirt van Mathieu van der Poel of die van Wout van Aert? Dat kan dan nog steeds. Je kan tot 31 december 25 euro overmaken op 3fm.nl/Tour de Tietema. En dan maak jij kans op één van deze hele vette items. Fijne jaarwisseling en tot snel natuurlijk. Doei doei!